En vanavond vragen we nog graag uw aandacht voor het tweede journaal. Dames en heren, goedenavond. Ook deze kerstdag is niet kunnen voorbijgaan zonder een bomexplosie. In de bekende Londense winkelstraat Oxford Street is vanavond een bom ontploft bij het warenhuis Selfridges. Volgens de laatste berichten is er toch maar één gewonde. Pas een week geleden is er nog een bom ontploft in een andere winkelstraat van Londen bij het warenhuis Harrods. Daarbij vielen 6 doden en 90 gewonden. Die aanslag is toen opgeëist door een afdeling van het Iers Republikeins leger. In Libanon is nu toch een staakt het vuren van kracht geworden. De hele dag is er hevig heen en weer geschoten tussen het Libanese leger en linkse moslimmilities. De gevechten hadden vooral plaats rond het Palestijnse kamp Shatila. Het ging er bijzonder hevig aan toe. Het gaat dus om hetzelfde kamp waar rechtse christenen verleden jaar nog een bloedbad hebben aangericht onder de Palestijnen. De gevechten braken uit nadat de Franse soldaten die tot gisteren bij het kamp lagen, zich hadden teruggetrokken. De Fransen wilden hun stellingen overdragen aan het geregelde Libanese leger. Maar linkse moslimmilities wilden van de gelegenheid profiteren om zelf posities in te nemen. Het ziet ernaar uit dat het Libanese leger de aanval van de moslimmilities heeft kunnen afslaan. Hoeveel doden de gevechten hebben gekost is niet bekend. De moslims zeggen dat er tenminste 50 mensen om het leven zijn gekomen. De Spaanse schilder Juan Miró is overleden. Hij was 90. Miró was al een week zeer ernstig ziek. Miró was een zeer veelzijdig kunstenaar. Hij schilderde, beeldhouwde en hij werkte met keramiek. Miró onderging invloeden van Picasso, Max Ernst en Paul Klee. Op het laatste helde hij steeds meer over naar het surrealisme. Miró is een van de weinige kunstenaars aan wie nog tijdens hun leven een museum is gewijd. Het staat in Barcelona. De Poolse regering heeft op deze eerste kerstdag 30 politieke gevangenen vrijgelaten. Dat is bedoeld als een gebaar van goede wil tegenover de Rooms-Katholieke Kerk. En ook de kerk is blijkbaar uit op betere betrekkingen met het regime. Aartsbisschop Glemp heeft in zijn kerstboodschap de Poolse priesters gevraagd geen politieke activiteiten te ondernemen. De voormalige vakbondsleider Walesa is het daarmee beslist niet eens. De bevolking staat achter de strijdvaardige priesters, zo zegt hij, en zij moeten hun werk kunnen voortzetten. De paus heeft in zijn jaarlijkse kerstboodschap de grootmachten opgeroepen door onderhandelingen een einde te maken aan de spanning in de wereld. De paus noemde het een schande dat er zoveel geld wordt verspild aan bewapening, terwijl er nog altijd mensen sterven van honger. Padre nostro, tu Signore onnipotente, hai creato ogni cosa per il tuo nome, hai dato agli uomini il cibo e la bevanda come nutrimento. Guarda, con gli occhi del neonato bambino, gli uomini che muoiono di fame, mentre somme ingenti sono impegnate per gli armamenti. Guarda l'indicibile dolore dei genitori che assistono all'agonia dei figli, imploranti quel pane che non hanno e che potrebbe essere procurato anche solo con una piccola parte delle spese profuse in mezzi sofisticati di distruzione. Dai quali sono rese sempre più minacciose le nubi che si addensano sull'orizzonte dell'umanità. Ascolta,
o padre, il grido di pace che sale dalle popolazioni martoriate dalla guerra e parla al cuore di quanti possono contribuire mediante la trattativa ed il dialogo a soluzioni eque ed onorevoli delle tensioni in atto. Guarda il cammino ansioso e tribolato di tante persone che faticano per procurarsi i mezzi di sopravvivenza, per progredire e per elevarsi. De paus sprak dan zijn kerstwensen uit voor meer dan 50.000 toehoorders op het Sint-Pietersplein. Hij deed dat in 44 talen, waaronder het Nederlands. Die expressione tedesca, Ihnen allen ein gnadenreiches, schönes und frohes Weihnachtsfest. Espressione neerlandese. Gezegende en gelukkige kerstdagen. Tot slot volgde dan nog de plechtige zegen Urbi et Orbi voor de stad en de wereld. Et Fili, et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Tot slot nog een sportbericht. In een heenwedstrijd van de kwartfinales van de beker van België basketbal heeft Onden Wilrijk verslagen met 104-91. Wilrijk speelde onder meer met Steveniers. Einde van ons tweede journaal, dames en heren. Graag tot kijk. Het weerbericht van het KMI, de weersverwachting voor vannacht en morgen. Eerst bedrokken en regenachtig. Morgen wisselende bewolking met buien en iets minder zacht. Meestal matige wind uit het zuidwesten en morgen uit het westen tot het noordwesten. Minimumtemperatuur van 10 graden aan de kust, 8 in laag- en midden-België en 5 graden in hoog-België. Maximumtemperaturen van 11 graden aan de kust, 9 in laag- en midden-België en 7 graden in hoog-België. De algemene luchtgesteldheid. Een hoge drukgebied boven Zuid-Europa zorgt er voor zonnig en droog weer met plaatselijk mist. Een depressie strekt zich uit van de Atlantische Oceaan tot Noord-Europa via onze streken. Tussen beide druksystemen in bewegen zich zachte, doch gestoorde zeeluchtstromingen die ons weer bepalen. En dan de vooruitzichten voor dinsdag tot vrijdag. Aanhoudend zachte maritieme luchtstromingen met afwisselend opklaringen en wolkenvelden, vergezeld van regen of motregen. Matige tot vrij krachtige wind met rukwinden. En dan het wegenbulletin van 9:30. De toestand van het wegennet is normaal. In de loop van de nacht kans op vorming van mistbanken op de Ardense hoogte. Voor bruggen en wegen geldt wintertype A. Thank you.
De kerstdag van het jaar 1983 is bijna voorbij, dames en heren, en zo ook onze televisieavond. En dan hoop ik maar dat wij met onze programma's ingeslaagd zijn om van deze avond wat fijns te maken. We gaan zo meteen afronden met het gedicht Het kind dat wij waren. Ik wens u nog een fijne avond verder en welterusten. Levend heerlijkst in ons verst verleden, de rand van het domein van ons geheugen, de leugen van de kindertijd, de leugen van wat wij zouden doen en nimmer deden. Tijd van tinnen soldaatjes en gebeden, van moeders nachtzoen en parfums in vleugen, zuiverste bron van weemoed en verheugen, verwondering en teerste vriendelijkheden. Het is het liefst portret aan onze banden, dit kind in diepe schoot of wijde handen, met reeds die donkere blik van vreemd wantrouwen. De eenzame kleine kind, zelf lang verdwenen, dat wij zo fel en redeloos soms bewenen, tussen de dode heren en mevrouwen.